Goedenavond, Shanti. We staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Stel u eens eventjes kort voor, alsjeblieft. Ik ben Shanti Leroy, ik ben 20 jaar. Ik ben afkomstig uit Ninove en ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. En wat houdt jou nu bezig in de sector? Wel, ik ben eigenlijk bezig om mijn eigen zaak op te richten, maar daarvoor dat kost een beetje centjes. Dus ik ben eerst aan het werken om dan uiteindelijk mijn eigen zaak te kunnen oprichten. En bent u aan het werken ook in de schoonheidssector? Of? Nee, op dit moment werk ik als verkoopster. Beetje sociale contacten onderhouden. Is ook belangrijk. Hoe ben je in aanraking gekomen met Miss Wellness Beauty? Ik ben aangesproken geweest door Angelique, omdat het mij niet interesseerde om mee te doen. En eerst had ik daar zo mijn twijfels over, maar uiteindelijk als ik ergens voor ga, dan ga ik er voor de volle 100% voor, dus hier sta ik. Wat vind je van de avond? Was je zenuwachtig? Ja, ik denk nog altijd een beetje. Het is gewoon iets dat je niet veel overkomt en het is allemaal nieuw en je moet er zo nog inrollen. Dus ik denk, hoe meer dat je het doet, hoe beter dat zal gaan. Dat zeker. En wat denk je dat de jury op gaat letten in de loop van de verkiezing en tijdens de finale? Ik denk de lach, hoe dat je voorkomt, of dat je verzorgd bent, of dat je kennis hebt van ja, de sector natuurlijk. Hoe dat je omgaat met andere mensen en zo'n dingen. En klikt het met de rest van de meisjes? Wel ja, ik heb ze nu wel nog maar 1 keer gezien, sommige 2 keer, maar op dit moment super. Oké, super. Bedankt voor het interview en heel veel succes nog. Dank je.